Rise and Shine is een game die is uitgegeven door Adult Swim Games en ontwikkeld door, zet je schrap, Super Awesome Hyperdimensional Mega Team. Ja, probeer dat maar eens 3 keer achter elkaar te zeggen. Super Awesome Hyperdimensional Mega Team, Super Awesome Hyperdimensional Mega Team, Super Awesome Hyperdimensional Mega Team! Wow, dat er in 1 keer uitging, dat is best wel verrassend. Anyway, dit is een 2D actie / puzzelspel gemaakt door een team dat hiervoor alleen maar spelletjes voor de mobiel heeft gemaakt. Zoals Super Magical en Pro Zombie Soccer. Ja, dat klinkt niet echt van bepaald hoog niveau. Maar met Rise and Shine zijn ze wat mij betreft geslaagd als een echte game developer. Rise and Shine speelt zich af op de planeet Gamerth. Een planeet die volledig bestaat uit videogame clichés. Je speelt als een jongen genaamd Rise, waarvan zijn vader een grote oorlog loslaat op de vrolijke planeet. Een zeer bekende elf geeft de jongen als laatste noot het geweer Shine. Deze geeft de eigenaar de kracht om continu te respawnen en is de enige hoop voor het videospelletjes paradijs. Meteen is het duidelijk dat dit een game is voor de echte geek. Op elk moment zijn er verschillende referenties te vinden naar andere games. Dit kunnen in-your-face dingen zijn, zoals het design van personages, maar sommige zijn net wat subtieler en vereisen dus wat meer gamekennis om te kunnen snappen. Wat ik erg tof vind, dat zijn de graphics. Het ziet eruit als een speelbare tekenfilm en ik voelde me in die zin best wel nostalgisch. Ik kan me nog wel de tijden herinneren dat ik met een reep chocola en een glas taxi op de bank in dit weekend non-stop Cartoon Network aan het kijken was. Deze game heeft een beetje diezelfde vibe. Rise and Shine oogt in eerste instantie als een simpele run-and-gun platform game. Een beetje springen, een beetje schieten en er dan snel klaar mee zijn. Maar dat is dus helemaal niet het geval. De ontwikkelaar zelf noemt het een run-and-thinker, rennen en denken. Alle blokkades die je tegenkomt voelen aan als een soort puzzel die je moet oplossen. Dit merk je duidelijk in de gameplay. Shine, het geweer, heeft verschillende type kogels die hij kan afvuren. Je hebt de normale, die je gebruikt om vijanden uit te schakelen. Er zijn bestuurbare kogels, waarmee je zwakke plekken van vijanden of knoppen van een afstand kan activeren. En als laatste zijn er granaten. Al deze varianten heb je in een normale stand, normale kogels, of in elektrische kogels. De eerste is beter tegen vijanden van vlees en bloed en de ander is weer beter tegen robots. Dus beide type vijanden, die kom je tegen. Omdat dit niet is wat ik verwachtte van de game, ging ik ook best vaak dood. Soms komt dat de stijl van de game ook niet echt ten goede, want in sommige stukken, daar zit wel degelijk actie. Alleen wordt er dan wel van je verwacht dat je kan ontwijken en schieten tegelijkertijd. Wat een beetje lastig is, aangezien je alleen maar stil kan staan als je wilt gaan schieten. En als er dan allemaal dingen op je afkomen, denk je, ja, hoe moet ik nou schade en ontwijken tegelijk? Maar als je eenmaal in de juiste mindset bent, dan kan Rise and Shine een vermakelijke combinatie zijn van allerlei elementen die je lang vast kunnen blijven houden. In theorie. En ja, ik zei in theorie, omdat ik namelijk na iets meer dan 2 uur spelen klaar was met de game. De credits kwamen voorbij vliegen en dat was het wel eigenlijk. Grappig is het dat ik onlangs in de Gamer Geeks podcast nog een discussie had over de lengte van games. Maar voor €15, wat deze game kost, had ik hier wel wat meer speeltijd uit gewild. Dit gevoel heb ik vooral omdat de game richting het einde heel erg gehaast voelt. Je denkt dat je pas bij wereld 2 bent en dan is het ineens voorbij. Van deze setting en de gameplay die ik gespeeld heb, had ik gewoonweg meer content verwacht. Dat zit er dus helaas niet in. Nou, mocht de gameplay je dan ook leuk klinken, dan zou ik Rise and Shine zeker oppakken. Maar ik zou persoonlijk wachten op een Steam sale gezien de zeer korte duur van de game. Yo, wat leuk dat je hebt gekeken naar deze video. Als je meer wilt, abonneer dan door op GG te klikken. En als je denkt, hey, deze game ken ik helemaal niet, doen jullie ook bekendere games? Zeker, klik op een van deze 2 video's bijvoorbeeld. Maar als je echt alles van ons wilt checken, onbekend, bekend, we doen het allemaal. Hardware ook trouwens. Ga naar onze website www.gamergeeks.nl.